vandaag laat ik jullie zien hoe je deze leuke ijsjes kunt maken. En ik heb hier een gemaakt in de smaak bosbes en hier een in de smaak sinaasappel. Voor het stokje heb ik 7 lichtbruin gebruikt. Voor het vanillestukje hier zo onder, dat witte, heb ik 9 wit gebruikt. En hier zo voor deze smaak, hier heb ik 33 oranje gebruikt. De middelste rij steekt iets uit ten opzichte van de andere rijen en de pijl wijst van je af. Pak eerst 2, we gaan telkens met 2 elastiekjes tegelijk werken en beginnen met de smaak van je ijsje en dat wordt bij mij appel. En dan plaatsen we 2 elastiekjes van middelspion naar links. En nu gaan we 4 keer naar voren, aan de linkerkant. 1. 2, 3 en 4. En als laatste plaatsen we 2 witte elastiekjes voor het vanille-ijs. Nu gaan we midden 4 keer naar voren met groen. Dus dat is 1. 2. Als laatste gaan we met 2 vanille weer naar voren. Zo, en nu gaan we als laatste rechts doen. En daarvoor plaatsen we eerst 2 elastiekjes naar rechts. En nu gaan we daar ook 4 keer naar voren. En de laatste keer. En nu voor het vanille pak nog 2 witte bandjes. En die gaan hier naar voren. En nu gaan we in de middelste rij nog 3 keer omhoog. Voor met lichtbruin voor het stokje. Ook 2 bandjes tegelijk. Dus 1. 2. En 3. En op deze pion plaatsen we een capband van 3 ringetjes. Dus 1. 2. 3. En tel even of het echt 3 ringetjes zijn. En dat zijn het. En er zijn 3 ringetjes bij mij. Ik duw even alles naar beneden. Want we gaan nu nog horizontale elastiekjes plaatsen. In omgekeerde driehoek. En we beginnen niet op deze 3, maar op de volgende 3. In plaats van groen elastiekje zo erop. De volgende 3 pionnen doen we hetzelfde. Gewoon een enkel groen elastiekje. En hier begint het wit. Dus je zou denken dat je nu een wit elastiekje moet doen. Maar dat is het niet. We gaan nog 1 keer een groen elastiekje doen. En nu wel een wit elastiekje. En wat we bij deze laatste witte gaan doen, breng dit onderste elastiekje zo hier overheen. Nu moeten we nog 1 ding doen en dat is nog een capband plaatsen hier van 3 ringetjes en daar. Allebei in het wit. Dus 1. 2. En 3. En aan de andere kant 1, 2, 3. We gaan nu beginnen met haken en daarvoor draaien we onze loom om, zodat de pijl naar ons toe wijst. We beginnen hier bij het stokje en we duwen alles naar achteren en pakken de onderste 2. En we duwen de hele tijd altijd alles naar achteren en pakken dan de onderste 2. En we haken dit hele rijtje naar voren.
Deze laatste haken we ook naar voren. En de hele middelste rij is gehaakt. We gaan door met het haken van de linkerrij. En ook daar duwen we alles naar achteren. En pakken de onderste twee. Haken we naar voren. En nu ben je aan het einde van de loom. En hier zijn twee elastiekjes. Die pak je en die gaan over de pion heen. Zo schuin hier naar het midden. We gaan nu hetzelfde doen rechts. Doe alles naar achteren. Onderste twee. Haken we alles naar voren. Deze laatste haken we naar voren. En dan pakken we deze twee bandjes. Haken we over de pion heen. Hier zo schuin op het midden. En alles is nu gehaakt. Check even of het hetzelfde uitziet als bij mij. En zorg dat je overal druppelvormen kunt zien. Als dat zo is, steken we bij deze laatste pion onder alle bandjes door. Zo. Dan pak je een enkel groen bandje. Ja, zet hem op je haaknaald strekken. Trek hem door alle elastiekjes. Zet de andere kant ook op je haak. En nu zie je twee bandjes op je haak. Haal het achterste bandje over de voorste en over je haaknaald heen. En trek het dan een beetje aan. Niet te strak, want dan kan je elastiekje breken. En dat is echt heel zonde. Trek een beetje naar beneden, midden. En nu trek ik hem wel een beetje strak aan. En nu kan je ijsje van je loom af. Ik doe het met mijn vingers, maar doe het wel met overleg. Dus je wil natuurlijk niet dat je ijsje kapot gaat. Zo. Nou, zo komt het je ijsje van de loom af. Het zijn elastiekjes, dus we rekken het een beetje recht. En nou, hij is nu al in mooie vorm. Dus ik heb het een beetje naar onderen. Zo, als je bijvoorbeeld als sleutelhanger wil gebruiken of ergens anders aan wil hangen, dan kun je dit lusje gewoon laten. Maar ik ga hem wegwerken. Dat doe je door je haaknaald ergens in te steken, het lusje op je haak te zetten en hem er doorheen te trekken. Dit doe je dan net zo vaak tot je lusje is weggewerkt. Mooi weggewerkt. Dit is mijn achterkant. Dit is de voorkant van mijn ijsje. En ik pak mijn andere ijsjes er even bij. Nou, drie schattige ijsjes. Ik vind ze echt heel leuk. En ja, dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.